Yo beste kijkers van de Cool Deco Channel, vandaag weer een gloednieuwe video en vandaag weer een Mindtopia video. Jullie zullen denken, Mindtopia? Ja, dit is weer een nieuwe categorie Mindtopia video's wat ik ga doen. En dan ga ik elke keer gewoon met een raar research pack Mindtopia spelen. En vandaag is het It's a Mario! Want ja, vandaag spelen we dus met een Mario research pack. En zoals jullie kunnen zien, het voelt echt gewoon net alsof ik in Super Mario ben beland. Dit laat me gewoon denken om zo meteen een roleplay-serie Super Mario style te gaan maken. Want ik vind het echt een epische research pack. Dat moet ik eerlijk toegeven. En we gaan dus even rondkijken van hoe ziet het nu uit Mindtopia in Mario style. En ja, ik vind het echt helemaal geweldig. Als je het zo even door Rolandia gaan heen lopen. Dus wat we op dit moment aan het doen zijn. Ziet Rolandia eruit in Mario style. En zo zou dus Mario kunnen zijn in eventueel een Minecraft. En ja, het is gewoon geweldig. Laten we het daarop houden, want ja, kijk deze fans. Dus het is gewoon echt net alsof je Mario bent. En we gaan hier, kijk die bussen. Het is echt zo vet gemaakt dit. Ik vind het echt awesome. En ik ben echt heel enthousiast over dit research pack. En hier ook, check die muren en check die vloeren. Het is gewoon net alsof je hier bijvoorbeeld de toren van Mario inloopt zo. En ja, het is gewoon geweldig. En ja, de computers die staan er nog steeds. Ook super awesome. Ja, het is gewoon het research pack. De research pack, laat ik het zo zeggen. De sneeuw in pixel style. Alles is gewoon een pixel style. En dat is dus een beetje het research pack van Mario. En we gaan nu eens even kijken. Nu hebben we een beetje Rolandia gezien. Van hoe ziet Rolandia eruit? En nu gaan we dus ook naar een ander stuk stad toe. En we gaan dus nu op dit moment naar Cutrexia. Ook die brug, kijk hoe mooi. Dit is, oh kijk joh. Dit is echt gewoon alsof je gewoon in een hele grote open Mario game bent ofzo. Ik weet het niet, maar het is zo leuk. En kijk het ijs dan. Oh, dit is echt mooi. Ik vind het echt leuk. Ik vind het echt een leuk research pack, moet ik eerlijk toegeven. Laat even weten met een punt wat jullie van dit research pack vinden. En of jullie dit een vet research pack vinden. En die vuurtoren en holy damn, dit is echt een en al mooi, 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 mooi. En ja, nu gaan we dus naar Cutrexia toe. Gaan we even door Cutrexia heen. En dan zie je dus ook wat de grotere gebouwen. En holy damn it, hey. Check hoe awesome dit eruit ziet. En die cactussen en die bomen. En dit is dan de tunnel. Oh, dit is zo vet. Ja, joh, dit is net alsof je gewoon een nieuwe minigame aan het spelen bent of zo. Dit is nu eens nog eens echt een keer Mindtopia op een nieuwe stijl. En dit is dus niet dat ik deze research pack nu aan ga laten staan. Dit is gewoon elke keer voor één aflevering hou ik deze research packs. Wauw, check dit dan. Dit is zo epic. En ook die parasolen en die winkeltjes hier. En wauw, ik vind het echt vet. Ik vind het echt op... Ja, het is gewoon awesome. Vooral als je dus van Mario games houdt en zo. En ik hou echt enorm van Mario games. Ja, dit is, check dit, het gemeentehuis. Hoe vet. Het gemeentehuis in Mario style. En het is gewoon awesome. Nou, weet je wat we nog gaan doen? We gaan nog naar één andere stad toe. En dat is Cosmopolitan. En dan gaan we eens kijken hoe Cosmopolitan en Mindtopia eruit zien. In natuurlijk het Mario resource pack. Ook deze ijskoewagen, die ziet er ook enorm episch uit. Dit is echt vet. En dan de pakjes die je aan hebt, die zien er nu zo uit. Die zijn dan, ja, iets anders natuurlijk. Vet, heb ik nu een bril op? Ja, dit poppetje voorbij heeft een bril op. Oh, dit is echt awesome. En dan heb je handschoenen aan en korte boutjes. En wauw, dit is echt helemaal in de ouderwetse stijl. Ik was echt bang dat ik mijn speedboots had gedropt, maar dat is gelukkig niet zo. En ook check deze gebouwen, joh. Even een kijkje binnen nemen. Ja, dit is echt leuk. Dit is nu echt nog eens een keer Mario style. En we gaan dus ook nog andere styles doen. Maar dit is gewoon puur Mario. Ja, ik ben echt heel benieuwd ook naar andere research packs in Mindtopia. En dan heb ik dus nu over de standaard research packs. Bijvoorbeeld een keer medieval. Of we gaan een keer horror. Of we gaan een keer romantisch. Of we gaan een keer... Oh, deze busstation is ook echt leuk. Echt waar? Ik vind het oprecht een leuke research pack. Ik check die deuren dan. Oh, die zijn echt nice. Oké, en deze die lijkt wel een beetje op chocoladeblokjes. Maar het is wel vet. Oké, maar nu gaan we dus naar de grootste stad toe. Of de grootste stad. Oh, check die zon. Oh, dit is mooi. Oh, die boom. Wauw. Dit is echt cool. En check hier ons Gold Company gebouw. Wat staat daar bovenop? Oh, er staat een heel dinges op, joh. Wow, holy damn. Wow, dit is echt cool. Check daar dan. Holy shit, hé. Oké, nou, we gaan nu in Mario staan in onze... En ook die pinautomaat zijn zo leuk geworden.
Ik vind het echt oprecht cool. Ik vind het echt zo vet. Dit had ik nooit verwacht. En check dit dan. Oh, dit is onze vergaderruimte. Moet je kijken. Wow, het is echt oprecht cool. Maar wat, de FPS die zal er wel flink door omlaag droppen. Maar het is echt, ja, al wat ik zeg. Het is zo vet respec. Check dit even, joh. Dit is gewoon awesome. Dit is gewoon echt Mario-stijl. Als je hier dan naartoe kijkt en al die wolkjes en... Oké, ik moet toegeven, dat gebouw is wat minder mooi daardoor. Maar de rest, ook die daar, het gemeentehuis is super awesome. En het pleintje is awesome. Het is echt, ja... Dit is gewoon een research pack. Dat is gewoon nog leuk om eens een keer uit te proberen. Ik had trouwens ook nooit verwacht dat het research pack er zo uit ging zien. Maar het ziet er echt geniaal en grappig uit. Je kunt wel bijvoorbeeld niet zien hoeveel water je nog moet drinken en dat soort dingen. Maar over het algemeen, ja... dit is gewoon een... Wat zal ik dit research pack geven? Ik geef dit research pack een 9. Hallo. Oh. Mag niet meer rijden. Yay! Nou, we gaan een stukje rijden in mijn nieuwe research pack in Mario style. Oh, die auto is ook nog een beetje Mario style-achtig, joh. Oh, dit is echt geweldig. Ik vind het echt zo nice. We gaan dus ook nog rijden in de... Oh, check dit hier ook. Die hekjes en zo. En die gebouwen. Kijk, nu... Zo kunnen we tenminste nog eens even een stuk van de stad zien. Kijk, gewoon een lift erbij. Lekker handig. En die helikopter ziet er ook wel episch uit. Ik moet echt toegeven, vooral de bakstenenhuisjes, net zoals dit, zijn echt hele leuke huisjes geworden. En die muren hier dan, die zien er wel een beetje apart uit. Maar ja, het is wel echt super awesome. Kijk, het stond trouwens niet in de planning dat iemand met een auto mee ging rondrijden. Maar ja, ik vind het ideaal. Zo kan ik lekker kijken waar overal staat natuurlijk en zo. Ja, dit is wat ik zeg, ik vind het echt geweldig hoe alles eruit ziet. Ik kan hier echt van genieten. Dit is gewoon, ja, ook weer een nieuwe ervaring. Kijk nu ook in de verte hoe dit eruit ziet. Er komt trouwens rook uit sommige gebouwen. Dat heb ik nog nooit gezien. En hier een stukje bosgebied. Heeft het er altijd al gestaan, een stuk bosgebied? Ik zou niet weten. En we gaan zo hard aan Cosmopolitan. Oh ja, dit is natuurlijk het nieuwe gedeelte ook van Cosmopolitan, hè. En daarachter bergen. En ja, joh, het is geniaal hoe dit eruit ziet. Nou, en natuurlijk een hele leuke lift. Gekregen, die auto ziet er ook wel geniaal uit. En worden we hier ergens afgezet? Kijk eens aan. Oh, we gaan nog verder met rijden. Zo. Thanks. Oh, hij gaat hem netjes parkeren. Zo. Maar, even kijken. Ik ga even verder. Nou, dan kijken we even verder. Ik ben echt heel benieuwd. Had je een brief al ontvangen? Nee. Kijk, ik... straks even na. Oké. We gaan eens even kijken in onze briefbus. We hebben een briefje gekregen of zo. Ik ben benieuwd. Nou, dan doen we dat ook even Mario-stijl. Oh, die trap is ook helemaal Mario. Ja. Een briefje. Ik had een briefje gekregen. Oh, hier. Even kijken. Na een intensief overleg met de bouw-CEO hebben wij besloten om de bouwstijl van Cosmopolitan aan te passen. De bouwstijl van uw gebouw is niet hedendaags en daarom verzoeken wij u om terug een bouwaanvraag in te leveren bij het bouwbedrijf de Cosmopolitan. Een perfect voorbeeld van de nieuwe stijl van de tower zou verloop van de tijd duidelijk worden. Als u toch graag een voorbeeld wilt van de nieuwe stijl, dan kan u het plot van Timewall kijken naast uw plot. Wat? Oké, dus we krijgen een nieuwe bouwstijl. Nou ja, joh. Dat zou wel goed wezen, toch? Tenminste, als de gemeente betaalt. Flipperkast, is dit op kosten van jullie? ik hoop toch dat het op de kosten van jullie is, van hun is. Maar, want anders gaat dat flink duur worden. Ben benieuwd. Nee, niet op onze kosten. Vindt het wel grappig. Eerst mocht ik niks. En nu dit gezeik. Of ja, gezeur. Laat het netjes typen. Had dan een aantal maanden. Het is slechts een verzoek.
Oh, dan is het goed. Ik dacht dat, dat het verplicht was. Oh, daar is niks aan de hand. Nee, oké. Okay. Nou, dan... maar binnenkort, ja. Ben benieuwd. Is er meer duidelijkheid over? Oké. Okay. Nou, dan hoor ik het nog. Gelukkig wel. Wat is dit dan? Een veilingstudie. Kom je ook? Nee, denk het niet. Oké. Okay, oké, okay, Flipkast. Dan weet ik even vol doende. Dan even kijken. Niet dat we zonder vragen of melden ineens spelers van een... Dat begrijp ik. Ah, dat zou wel goed komen. Maar ja, ik dacht al, Hubert. Ik ga niet per se... maar we gaan even naar Mytopia toe trouwens. Want daar waren we naar onderweg. Trouwens, moeten we via die kant. Dat is natuurlijk Mytopia. Maar ja, ik ben benieuwd. We kunnen ons dat gebouw nu wel waarschijnlijk gaan aanpassen. Dat is wel chill. Alleen om nu deze stijl te hebben, nou, dat weet ik ook nog niet helemaal zeker. Want dat gaat me flink wat geld kosten. Maar van de andere kant, een nieuwe stijl af en toe is ook wel heel erg handig. Ik heb trouwens wel een beetje lag met deze resource pack. Maar ja, er staan echt zoveel random blokjes en rare dingen en zo. Misschien best wel veel geheugen kost. Ik zou niet eens weten. Maar niet zo. Dus we gaan even een kijkje snel nemen in Mytopia. Hoe ziet Mytopia eruit in het resource pack? En het ziet er dus letterlijk en figuurlijk. Ja, zo uit. Dit is Mytopia in het resource pack. Ja, dit ziet er ook al vet uit, joh. En Grader zou er ook al heel vet uitzien in dit resource pack. Ja, als je ooit een Mario video stijl zou willen opnemen, is dat wel perfect. Ook deze hekken zijn nu ook echt vet geworden. Ja, ik kan één ding zeggen. Ik vind het een vet resource pack. Laat even weten wat jullie van dit resource pack vinden. Niet dat ik dit resource pack ga gebruiken. Maar ja, dit was gewoon even vooral een test. Even, ik ga regelmatig een test doen met de aparte resource packs. Gewoon eens kijken van hoe ziet Mytopia eruit als je een andere stijl resource pack zou hebben. En ja, dit is in dit geval dus zo bij mij. En bij iedereen zou het er anders uit komen te zien. Maar ja, het is gewoon geniaal hoe dit eruit ziet. En dit is gewoon een combinatie gemaakt nu op dit moment met natuurlijk Mytopia. En ja, ik ben helemaal tevreden. Ik vind het lachje. Leuke ervaring weer. En ja, ik ga nu dus weer terug naar Rolandia. En dan ga ik dan ook weer zo meteen de video afsluiten. Want ik heb genoeg gezien eigenlijk. Houten stijl is ook wel awesome eigenlijk. En ja, ook deze betonblokken. Ja, dat zijn nu echt betonblokken geworden. En dat zijn wel echt van die dingen die het echt vet maakt. En ja, ik denk dat je best wel in deze stijl best wel een heel leuk iets kunt doen. Misschien dat ik dat ook nog wel één keer ga doen. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, dit was natuurlijk wel weer de Mario-stijl. Oh, kijk hier, die prullenbakken met dat gezichtje erop. Welke is ook weer Rolandia? Is dit Rolandia? Ja. Oh, je wacht, ja, via Cutrexia. En dan kunnen we via dit even kijken. Is het Cosmo, nieuw Cutrexia. Dus dan moeten we deze bus hebben. Dan moeten we via... is die nu gesloten? Ik hoop het toch voor niet. Ik wil namelijk niet lopen zover. Even kijken. Ah ja, kijk deze. En dan vervolgens gaan we terug naar Rolandia. En dat is toch een klein stukje begin ik weer te eten. Dit kost echt wel mijn fitheid, deze resource packs. Want je let er echt totaal niet op. Het ziet er zo anders uit op dit moment. Dat je echt zoiets hebt van, oké. Okay. Oh ja, ik ben geen fitheid 100 nu. Dus ik kan die jumps niet halen. Potfiandori. Die pijlen zijn ook wel leuk. Echt, alles heeft ook een beetje een nieuw tintje daardoor gekregen. Het is echt heel apart. Maar deze pinautomaat, ik vind ze echt vet. Dat het ook eens een beetje in de stijl is gebleven van nu mijn nieuwe resource pack. Of ja, voor mij een nieuwe resource pack. Het wordt natuurlijk niet mijn nieuwe resource pack. Maar het was gewoon even vooral om te kijken van hoe en wat zou het eruit komen te zien. Nou, wij gaan snel terug naar ons gebouw. En dan zou ik zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. En willen jullie vaker dat ik resource packs ga zien, laat het ook even weten in een reactie onder deze video. Voor nu allemaal nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.